Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe kledingkastcheck. Vandaag is het de beurt aan zwemkleding / strandkleding, bikinis, badpakken en een aantal jurkjes die ik alleen daarvoor draag. Maar vooral badkleding. Ik heb net al mijn badpakken, valt er ook één op de grond, uit de douche gehaald. Mocht je mijn vlogs niet kijken, ik zwem nogal veel. Dus mijn collectie is uit de hand gelopen. Het is echt veel te veel. Er zit ook veel tussen wat eigenlijk te ruim zit. Waar ik afscheid van wil nemen. Maar we gaan ze gewoon één voor één aantrekken. En dit zijn alleen nog maar badpakken. Dan moeten de bikinis nog. De allereerste is eigenlijk een van mijn favorieten. Deze is super fijn om in te zwemmen. En die zit ook nog gewoon goed. En ik vind het kleurtje heel leuk. Ik heb er wel eentje waarvan ik denk, oké. Hij is een soort van dezelfde kleur, dus laten we die nu even aantrekken. En dan kan ik even kijken of ik ze allebei wil houden of dat ik denk, ze lijken te veel op elkaar. Oké, qua kleur lijken ze op elkaar, maar verder eigenlijk ook niet. Deze is eigenlijk meer een vrije tijdsbadpak. Ik denk ook dat ik hem niet heel vaak aan heb gehad met baantjes zwemmen. Ik heb hem, dan pak ik toch die andere, omdat die hoger is. Dit is echt inderdaad meer flaneren bij het zwembad of aan het strand. Dus ik ga ze wel allebei houden, omdat ze gewoon zo anders zijn. Maar deze is echt heel erg mooi. Dus ja, love it. Trouwens, echt 90% van mijn badpakken komt van Vinted. Dat is echt de plek om goedkope badpakken te scoren. En is van de Primark. Dat zijn badpakken die gewoon echt super lekker zitten. Zo ook deze weer. En deze heb ik niet heel vaak aan. Realiseer ik me nu. Deze laat ik heel vaak toch hangen. Maar waarom? Hij zit wel mooi. Ik denk dat het komt omdat ik mezelf te bleek vind. Ik denk nu, kijk, nu heb ik een beetje een zomers kleurtje. En dan vind ik hem goed staan. Maar anders maakt hij me een beetje lijkbleek. En dan, ja. Maar ik vind hem wel leuk. Alleen het is dus meer een zomers badpak dan eentje die ik het hele jaar doordraag. Maar ik ga hem wel houden. Ik ga hem denk ik zelfs vanavond eer aandoen en vanavond aantrekken. Ook weer zo eentje van de Primark van Vinted. Super fijn voor banen zwemmen. Verder niet heel bijzonder of dat je echt denkt, nou wat een mega leuk badpak. Nee, maar ik heb hem echt letterlijk voor 1 euro gescoord. En hij is wel echt heel fijn. Met banen zwemmen zijn die dikke banden en gewoon dat goed omsluiten is echt 10 out of 10. Dus ja, ik ga hem houden. Ik denk dat als ik moet kiezen, wat ik liever niet doe, maar als ik moet kiezen, dan is dit mijn favoriete badpak of al van alles wat ik heb. Het is meer weer een vrije tijdsbadpak. Het is vrij sexy uitgesneden. Heb ik hem wel eens aangehad met badenzwemmen? Uiteraard. Want ik vind hem gewoon heel mooi. Maar je voelt je misschien overdressed, maar aan de andere kant, hey. Leven is een modeshow. Nou ja, ik vind deze echt fantastisch. Ik vind de kleur heel mooi staan. Ik vind de achterkant heel mooi. Hij komt van Shein, maar uiteraard ook weer op Vinted gescoord. Dus daar moet je kijken of Vinted of Shein. Maar ja, love it. Deze is van de Zara. En zal ik je eens wat vertellen? Ik had deze al heel lang. En toen kwam ik er pas achter dat het een badpak was. Ik denk oprecht dat ik deze al 5, 6 jaar heb. En dat ik hem altijd gewoon als body droeg. En op een gegeven moment, toen zei ik tegen, volgens mij Madieke, dat ik zei, maar deze heeft dus niet van die knoopjes aan de onderkant. Dat is zo irritant. En toen zei zij, maar is het er niet gewoon een badpak? En toen dacht ik, ja, daar heb je een goed punt. Dus sindsdien wordt hij gedragen waarvoor hij bedoeld is. Moet eerlijk zijn, deze heeft dus een beetje ruimte over. Hij blijft hier open staan. Hij blijft wel zitten, zeg maar. Het is wel weer het ideale ding voor banen zwemmen. En het is ook de enige rode die ik heb. Dus misschien is het een ding dat ik een nieuwe rode moet zoeken. Want ik denk dat ik hier wel steeds meer. Misschien is de rekker ook een beetje uit. Omdat hij al best wel oud is. Dus het is sowieso niet eentje die ik snel op Vinted zou zetten. Ik zie ook dat hij een kattenhaaltje heeft. Het is gewoon niet meer de mooiste. Maar hij is ook. Hij kan nog wel een ronde mee, zeg maar. Dit is helemaal mooi, want ik heb deze echt jaren geleden, ik denk misschien wel richting de 10 jaar geleden, op AliExpress gekocht.
En dan denk je, ja, wat kan dat nou zijn, weet je, op AliExpress. Ik draag hem nog steeds. Het is echt een fantastisch comfortabel badpak. Het is echt, en ik vind hem heel leuk. Het is er wel weer eentje waarvan ik moet zeggen, mocht ik een klein kleurtje van de zon hebben, pak ik hem eerder. En in de winter laat ik hem eerder liggen. Want dan lijkt het gewoon, zit het te dicht bij mijn huiskleur, lijkt het alsof ik alleen stippen aan heb. Maar een AliExpress succesje. Ja, wie had dat gedacht? We blijven even in hetzelfde printje, maar we gaan naar een ander kleurtje. Dit is weer je standaard Primark badpak. 8 euro's waren ze in de winkel. Deze heb ik zelf gekocht, toevallig. Ook al jaren oud. Er staan foto's van in dit badpak in Griekenland met Birdie. Nou, dat is echt volgens mij wel 6 jaar geleden. Het leuke is, toen ik begon met zwemmen, toen kon ik deze niet aan. Toen zat hij echt veel te strak. Het was niet normaal. En nu zit hij gewoon super goed. Hij sluit heel mooi aan. Hij heeft zelfs een beetje dat hij hier wat ruimte overhoudt. Ik denk meer dat dat is omdat hij wordt goed gedragen. Het elastiek misschien hier en daar eruit gaat. Maar ja, jongens, ik kan niet anders zeggen. Ik vind hem nog steeds heel leuk. Dit is er eentje die ik ook via Vinted heb gekocht. En die is van de Shein. En ik weet niet of je het kan zien, maar dit was eigenlijk een beetje een miskoop. Was dat zeg maar het plaatje erbij van het model van de website. En daar zit dit heel mooi. Maar in het echt wil dit gewoon niet. Gaat dit niet zitten zoals het moet. Zelfs niet als je er hulp bij hebt. En daarnaast heeft hij ook vlekken gekregen. Die zaten er niet in toen ik hem kreeg. Maar wel vrij snel. En niemand weet waarom. Dus deze ga ik gewoon wegdoen. Ik moet eerst op het moment dat hij nat wordt, dan zie je dit niet meer. Maar het is gewoon geen porum. Het was een miskoopje. Waarschijnlijk ook 2 euro, dus waar hebben we het over. Maar tijd om afscheid te nemen en hem in de afvalbak te deponeren. Oké, ik merk dus nu hoe erg ik gehecht ben aan mijn badpakken. Want dit is er eentje. Deze moet ik echt gaan verkopen. Want hij is gewoon te groot. Hij houdt hier echt ruimte over. En hij houdt hier heel veel ruimte over. Ik draag van deze altijd een maat 40. Maar ik heb er ook een aantal in maat 42. En die zaten toen ik begon met zwemmen super goed. Maar nu, hij houdt gewoon ook hier ruimte over. En omdat het elastiek is, is het niet verschrikkelijk. En kom ik er wel mee weg. Maar ik moet afstand nemen. Maar ik vind hem nu leuk. Maar ja, misschien vind ik hem nog wel een keer op Vinted. Dus deze ga ik op Vinted zetten. Precies hetzelfde geldt voor deze. Ook dit is weer de Primark maat 42. Die gewoon niet meer lekker blijft zitten. En ook tijdens het zwemmen afzakt. Maar ik heb ook goede herinneringen aan in Bonaire, in Turkije. Maar we hebben de foto's nog. Dus hij gaat op Vinted. Deze is van Lotties. En dat is een menstruatieondergoedmerk. Wat dus ook een menstruatiebadpak heeft gemaakt. Hij heeft superveel support hier. Dus er zit nog een extra laag in die hem lekker vasthoudt. Sowieso is hij heel fijn omsloten. En heeft hij dus ook aan de onderkant een dubbele laag. Vraag me niet hoe het werkt. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik ongesteld ben dan, en ik ga zwemmen, doe ik alsnog graag een tampon in. Omdat ik dat zelf fijn vind. Maar dit badpak zit wel mega comfy en geeft dus extra steun. Dus ik pak hem alsnog als ik menstrueer vaak wel. Het is gewoon een basic zwarte, maar hij zit heel lekker. En daarom hou ik hem ook. Dit is er ook zo eentje waarvan je denkt, oh ja, heel leuk. Maar dan heb je hem aan en dan blijven die touwtjes zo niet zitten hoe het moet. Alsnog is die leuk hoor, daar niet van. Maar zeg maar het hele effect van dat perfect zo op over je rug, dat kun je vergeten. Want dat doet het niet. Alsnog wel een superleuk kleurtje. Hij is hoog uitgesneden. Dat is niet het meest comfortabele. Waardoor ik merk dat ik hem eigenlijk nooit pak. Dus ik ga hem op Vinted zetten. Dit is er eentje die ik heb ontvangen van Cupshe. En ik vind de kleur fantastisch. Maar hij zit mij gewoon te strak. En dat merk ik vooral bij de heupen. En ik merk dat ik hem daardoor niet pak. Dus ik vind de kleur heel leuk. Maar ik voel me er niet comfortabel in. En ik denk dat iemand anders hier meer plezier van heeft. Dus ik heb hem letterlijk nog nooit aangehad. Alleen om te passen, maar niet in het zwembad. Dus ik ga hem op Vinted zetten. Ik denk dat je aan mijn badpakken heel goed kan zien hoe ik zeg maar me die dag voel.
Want je hebt zeg maar zwart comfortabel en dat is gewoon eigenlijk recht toe recht aan. Dan hebben deze zwarte zo van nou ik ben misschien ongesteld of ik voel me een beetje opgeblazen. Of hè, ik wil lekker gewoon zwart niet opvallen maar wel een beetje spice. Dat is deze. Dit is de spice. Dit is de ja gewoon lekker little black dress vibe. Van Cupshe gehad. Heel erg fijn badpak. Vind de achterkant ook heel leuk. Ja, echt. Denk van de zwarte mijn favoriete. Dit is er eentje die ik ook op Vinted heb gekocht. En deze is zelfs van een sportmerk. En deze was nieuw. Echt €75. Het prijskaartje zat er nog aan. En ik heb hem volgens mij voor €3 weten te scoren. Dus dat is echt... Het is een super lage rug. En daar moet ik altijd mee gaan wennen. Als ik hem dan aan heb, denk ik, oh ja. Maar ik voel me een beetje een bumblebeetje. En ik vind hem wel heel schattig. Je merkt wel, het is een soort van... Nou, hij is niet zo heel gek, omdat de meeste zijn natuurlijk van de Primark en die zijn best wel dun. En dit is echt een dikkere stof. Hij omsluit strakker. Het voelt inderdaad alsof je als een speedboot straks door het water gaat. Maar die lage rug maakt hem dan toch grappig genoeg wel weer sexy ofzo. Deze is ook van Cupshe. En als ik hem aan heb, denk ik, ja leuk, maar... Ik pak hem dus gewoon niet. Wat deze ook heel mooi heeft. Hij heeft hier een soort van afkledend effect of zo. Maar ik pak hem niet. Dus ik ga hem op Vinted zetten. Recht toe, recht aan. Love it. Gaat blijven. Ik ga even iets sneller, want we hebben echt nog te veel. Deze mag ook blijven. Weer een maat 42. Dus te groot geworden. Gaat op Vinted. Ook van Vinted en ook van de Primark. Maar weer totaal anders. Die heb ik nog niet zo lang, dus ook deze gaat blijven. Deze kleur blijft een van mijn favorieten. Deze ga ik absoluut houden. Ik heb deze bij de H&M in de sale gekocht. Toen ik eigenlijk net weer een beetje lekker in mijn lijf zat en me goed voelde. En dit voelde als een soort van cadeau voor mezelf. Ik vind hem nog steeds heel leuk. Maar je ziet bijvoorbeeld hier ook heel goed. Hij houdt ruimte over. En ook hier. Je kan hem op twee manieren dragen, waardoor hij ook heel leuk is. Je kunt ze zeg maar recht doen. Je kunt ze gekruist doen. Maar ja, hij is voor mij gewoon te groot geworden. En ik hoop gewoon dat ik hem op een dag weer of zelf op Vinted tegenkom. Maar voor nu ga ik hem verkopen. Deze heb ik ook nog niet zo lang. Komt ook van Vinted. En gaat dus ook sowieso blijven. Deze is van Cupshe. En heeft ook weer dat hele charmante effect aan de voorkant. Zit ook mega comfortabel en een heel leuk kleurtje. Oké, gele is nummer 1. Maar dit is nummer 2. Ik voel me zo goed in dit badpak. Ik vind hem zo intens mooi. Hij is van de H&M. Ik heb hem niet eens in de sale gekocht. Ik heb er gewoon €30 voor betaald. Volgens mij misschien zelfs 40. Maar ik had hem aan en toen dacht ik, ja, dit is het. Dus ja, deze heb ik ook echt heel erg veel aan. En ik hou ervan. Deze is zo intens, Sophie. En ik vind hem ook zo leuk. Hij is van Cupshe. Ik heb hem nog niet zo heel lang, maar echt ook een van mijn favo's. Olden Goldie, ook weer eentje die ik al super lang heb. En ja, ik vind de print ook echt heel leuk. Blijf ik dragen, mag blijven. Dit is ook echt de ultieme disco vibe. Ik vind het geweldig. Deze staat op nummer 3 in de top 3. Het is absoluut geweldig. Ik weet niet of je het nu goed op beeld kan zien, maar hij heeft een gouden glitter. Ja, ik zou hierin kunnen leven. Ik zou hem ook best als shirtje aan kunnen. Zit ik nu te denken. Als ik gewoon een leuke broek over doe. Dat je dit nog ziet. Heel leuk. Mega vrolijke kleurtjes. We zijn aangekomen bij de bikinis jongens. De wonderen zijn de wereld nog niet aan. Uit. Ja. Hij is misschien aan de bovenkant wat groot geworden. Maar er zit genoeg rek in om alles omhoog te houden. Dus ik ga hem houden. Dit is helemaal heftig, want deze is uit de beginperiode met Nick. Want dit was onze allereerste vakantie. Toen was ik 20. Toen was ik 20. Maar ik heb hem nog steeds. En ik vind hem ook nog steeds heel leuk. Hij heeft hier van die schattige roesjes. Hij zit heel comfortabel. Het is er een waarmee je niet van de glijbaan af wil. Maar hey, je wil wel flaneren in de zon. Deze heb ik ook echt al best wel een tijdje. En ik vind hem ook nog steeds heel leuk. Ik heb hem ook in het wit. Met zwarte stipjes. En ik ga ze allebei houden. Ik vind deze kleur ook zo leuk. Achterkant is wel weer een geval van de kans dat het goed blijft zitten is misschien niet heel groot. Maar ja, hij is wel gewoon speels en leuk. En hij is van Cupshe. Ik heb hem nog niet gedragen, maar ik ben ook nog niet op vakantie geweest. Dus ja, ik ga hem zeker houden.
Hier zit het prijskaartje ook nog aan. Ook eentje die ik nieuw heb ontvangen in samenwerking. Superleuk. Geldt hetzelfde voor. Ja, ik mocht je afvragen waarom ik niet zwem in bikinis. Is puur persoonlijk voorkeur. Ik vind het gewoon prettig in badpakken. Dus ja, deze draag ik eigenlijk alleen in vrije tijd of met zonne. En dat is nog niet zoveel gebeurd. Deze vind ik zo intens schattig. Echt heel erg leuk. En ook echt nog bijna niet gedragen. Jammer genoeg. Maar binnenkort gaan al mijn bikinis gedragen worden. Weet je nog wat ik zei met badpakken? Nou, dat heb ik ook met bikinis. En dan is dit degene waar ik me echt ultiem chill en comfortabel in voel. Lekker zwart, lekker basic. Hele fijne, mooie cups. Ja, love it. Dit is echt mijn go-to voor gewoon een makkelijke. Deze ga ik wegdoen. Hij is niet alleen niet meer mooi wit. Hij geeft ook absoluut geen steun. Drukt het helemaal plat. En ja, je ziet ook de vorm is er helemaal uit. Hij zit gewoon niet meer zoals hij zou moeten zitten. Ik zou wel graag nog een nieuwe witte willen. Maar dit is hem niet. Dus deze ga ik gewoon de vuilnisbak in doen. Ja, hier was ik dus al bang voor. Dit is er eentje die ik ook echt zo leuk vind. En met zoveel plezier gedragen heb. Maar hij is gewoon te groot. Hij blijft hier openstaan. Ik weet niet of je het kan zien. En ook hier bij de cups. En dat vind ik eigenlijk nog storender. Voel je de twijfel? Want ik vind het niet... Ja, de cups is storend. En dat kan ik zeg maar niet... Je kan dit niet strakker doen. Maar ik vind hem zo leuk. Ik ga hem op Vinted zetten. Echt met pijn in mijn hart. Een andere basic zwarte met een ander soort top. Iets minder steun, maar wel geen beugel. Daardoor weer iets meer comfortabel. Ja, wel gewoon eentje die ik wil houden. Ja, dit is leuk. Want deze heb ik vorig jaar gedragen. Vorig jaar augustus. En toen zei Godriek heel lief van... Jawel, het kan wel. Maar eigenlijk kon het niet. Hij zat eigenlijk veel te strak. En nu zit hij eigenlijk heel mooi. Dus ja, ik ga hem absoluut houden. Want ik vind de kleur ook fantastisch. En hij komt nu eindelijk tot zijn recht zoals hij bedoeld is. Hetzelfde geldt eigenlijk voor deze. Waar hij vorig jaar eigenlijk veel te strak zat, zit hij nu wel mooi. Ik moet wel zeggen dat ik dit kleurtje niet per se de ideale kleur voor mij vind. Ik ga hem wel houden. Ja, misschien na een weekje vakantie is het beter. Deze heb ik vorig jaar in een boutiqueje op Madeira gekocht. En ik vind dat extra leuk omdat je vrij zeker weet dat je niemand gaat tegenkomen in deze bikini. En hij ja, zit anders, maar hij zit nog wel gewoon goed. Hij zit mooi, niet te strak, niet te los. Het is gek om mezelf in dezelfde bikini als vorig jaar te zien. Maar ja, doet me wel goed. Positief. Dus deze absoluut blijven. Deze heb ik pas net. Die heb ik op Vinted gekocht. En is van de huidige Lovies collectie. En ik heb er toen de tijd over nagedacht om hem te kopen. En toen dacht ik, nee, ik ga het niet doen. Ik heb genoeg bikinis. En toen ik hem zag, volgens mij voor 7 of 8 euro. Toen dacht ik, ja, nu ben je van mij. Dus die heb ik gelijk in mijn winkelmandje gestopt. Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het printje heel leuk. Dus ik ben er blij mee dat het gelukt is. Dit is zo heerlijk voor op het strand. Voor als je bijvoorbeeld even gaat lunchen of 's avonds als het wat afkoelt. Ja, je kan hem ook normaal dragen. Maar ik vind dit soort dingen echt ideaal om gewoon even iets over je heen te hebben. Ook als je bijvoorbeeld een stukje gaat lopen of wat dan ook. Dus hij is nog nieuw. Prijskaartje had ik nog aan. Maar ik ga hem absoluut houden. Dit is ook zo'n heerlijk makkelijk overgooi jurkje. Maar ik denk dat hij bedoeld is voor iemand met een grotere boezem. Want hij blijft dus openstaan aan de zijkant. En hier kun je hem dus zeg maar zelf zo groot maken als je wil. Nou zou ik hem natuurlijk ook zo kunnen... Nee, dat vind ik hem niet. Ja, ik denk dat hij dus eigenlijk voor mij gewoon niet goed is. Dus ik ga hem op Vinted zetten. Surprise, ook hier hangt het prijskaartje nog aan. Maar dit is echt fantastisch. Hij heeft zelfs zakken.
En het is zo flowy en zo relaxed. En ik denk zelfs dat als je er een badpak onder aandoet en bijvoorbeeld een riempje om, dan zou je hem denk ik ook als jurkje kunnen dragen. Maar het is vooral inderdaad voor lekker naar het strand, lekker makkelijk eroverheen gooien. Love it. €17. Best wel voor Primark best wel duur, maar ja, heel leuk. Ik zou zo fijn niet zijn als ik ook zoiets in het zwart zou hebben. Deze komt van de kringloop en die was €1. En ja, dat is ook zo'n heerlijk makkelijk overgooi ding. Waarvan ik ook denk, als je er iets van een riempje omheen doet, dat die ook gewoon getailleerd wordt en heel charming is. Maar het is vooral gewoon een relaxed, makkelijk overslag ding voor over je bikini. Ik begon deze video met nat haar en een shirt met korte mouwen. Ik eindig met droog haar en zwaar overhit. Maar het is gedaan. We hebben alles aangehad. We hebben besloten. Het linkje van Fit staat nog steeds in de beschrijving. Er komt nog één kledingcheck. Dat zijn de broeken. En dan zijn we er doorheen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.